Waardoor is de BVR-groep in de problemen gekomen? Nou, dat is voornamelijk gekomen door de algemene bouwcrisis, zoals die dat sinds 2008 manifesteert. En ook wij hebben vorig jaar zijn we geconfronteerd met een omzetdaling van ongeveer 30%. Op zich hebben we dat nog wel op kunnen lossen door een reorganisatie binnen ons bedrijf. En waren we eigenlijk op orde om dit jaar weer gewoon met zwarte cijfers onze productie te halen die voor 90% binnen is. Waren het niet dat we nog een aantal vastgoedprojecten hebben, met name in de woningbouw, waarvan de verkoop absoluut stagneert op dit moment. Dus er zijn op zich wel genoeg opdrachten, maar er wordt te weinig verkocht? We hadden opdrachten genoeg, maar er werd te weinig verkocht. En een probleem zit erin dat mensen hun oude woningen niet kwijtraken. En als je dat helemaal afpeelt, dat probleem, kom je uit bij de starters op de woningmarkt. En dan kom je uit bij de politiek van Den Haag, maar ook van de banken, om startersleningen moeizaam tot stand te laten komen. Nu zeggen ze vaak bij uitstel van betaling dat is het voorportaal tot faillissement. Hoe groot is nou de kans dat de BVR van het faillissement wordt gered? Ja, dat is een punt wat we op dit moment onderzoeken. Er is een bewindvoerder aangesteld, sinds vandaag actief, dus dat is relatief kort. En samen met de bewindvoerder zullen wij als directie alle mogelijkheden onderzoeken om een doorstart te maken. En een van de mogelijkheden is via een faillissement, maar ja, dat is de laatste waar je aan denkt. 170 medewerkers die dus misschien over 2 weken naar het UWV moeten. Misschien, en dat hoop ik niet. En we zullen er alles aan doen om dat te voorkomen. Maar het zal een opgave worden in deze tijd dat het lastig is om kapitaalkrachtige mensen te vinden die u helpen om uit de problemen te komen. Dat is waar, dat is waar. Aan de andere kant hebben we ook wat te bieden. We hebben een ordeportefeuille van 1 jaar. En er zijn veel bouwbedrijven die op dit moment juist daar een probleem mee hebben. Dus mogelijk dat we samen met collega's hier toch een oplossing kunnen bedenken. Maar ik spreek me daar niet over uit voordat de handtekeningen eronder staan. Vandaag werd bekend dat er een akkoord is bereikt tussen het kabinet en oppositiepartijen om stimuleringsmaatregelen te nemen om de bouw vlot te trekken. Komt voor u een beetje laat? Dat is voor ons een beetje mosterd naar de maaltijd gezien de problematiek die we de laatste 2 jaar ervaren hebben. Ik wens alle collega's die en mogelijk ook ons, als we door kunnen starten, daar alle succes mee. Zij het dat ook de starters een duidelijke stimulans nodig hebben en dat mis ik nog onvoldoende. Ligt er nou een groot deel van de schuld bij de banken? Ja, wat heet schuld in zo'n situatie? We worden geconfronteerd met een van de ernstigste economische crisissen sinds jaren, met name in de bouw. Maar het beleid van de banken draagt er niet toe bij dat wij hier makkelijk uitkomen op dit moment. Hoe hebben de medewerkers gereageerd op dit slechte nieuws? Gelaten en geschokt. Waarbij we vast hebben kunnen stellen dat het loyaliteitsgehalte van onze medewerkers bijzonder hoog is. Ze hebben aangeboden ATV-dagen in te leveren, aangeboden om premies in te leveren, alles om BVR overeind te houden. Dus als we enigszins een kans zien om door te kunnen, dan zullen we dat zeker doen voor deze mensen. Daar ligt onze eerste verantwoording. U blijft positief, maar u lacht als een boer met kiespijn. Ik moet positief blijven. Als ik nu de handdoek in de ring gooi, is alles verloren. Dank u wel.